Goedenavond allemaal. Wij zouden het vanavond hebben over wel of niet kinderen krijgen. En daar hadden we heel veel mensen voor uitgenodigd uit alle delen van het land. Tot we vanmorgen werden opgebeld door Jaap van Meekeren van de AVRO. En die zei, ik heb dat in de krant gelezen dat je dat gaat doen. Dat kan dus niet, want dat doen wij aanstaande zaterdag. Nou is het zo dat je kan zo'n onderwerp claimen. Dat had Van Meekeren ook gedaan. En dat wordt voornamelijk gedaan door actualiteitenrubrieken. Dat wil zeggen dat je ergens naar een bureau kan gaan. Dan kan je opschrijven dat je dat wil doen. En dan mag iemand anders dat dus niet meer doen. En dan kan je daar heel veel ruzie over gaan maken natuurlijk. Maar we dachten, ach, er wordt over kinderen al genoeg ruzie gemaakt. Dus dan doen wij het gewoon niet. Dus als u nou antwoord wil hebben op die vraag of u wel of niet kinderen moet nemen, moet u zaterdag even naar Van Meekeren kijken. Volgende week zaterdag. Het is morgen al zaterdag. Maar volgende week zaterdag is dat. Nou, wij hebben vanavond Jan Schaefer, die in het weekblad Tijd deze week, je mag zeggen, scheldt op Politiek Den Haag. Hij vertelt daar onder andere in dat hij Amsterdam weer op poten heeft gezet. En hij solliciteert naar de functie van Joop den Uyl. In Amsterdam kan je voor niks met de tram. Alleen moet je wel even weten hoe. Dan hebben wij in het programma heel veel Italiaanse families vanavond. Halve zaal komt ook uit Italië. Ja. En die Italianen waren ooit gastarbeiders en die zijn er al verschrikkelijk lang, al van ver voor de Tweede Wereldoorlog. En het is eigenlijk een beetje de geschiedenis van het Italiaanse ijs die we vanavond vertellen. We hebben ook Italiaans amusement. En een buitengewoon rebelse oude dame, die, ik zal u eerst even iets laten zien. Deze cartoon stond vanochtend in de Volkskrant. Daar staat hier links 1982, dat was dus voor de verkiezingen. En daar staat de VVD zal ervoor zorgen dat voor de mensen die onze welvaart hebben mogelijk gemaakt, hun oude dagspensioen, de AOW, dus onverkort zal worden gehandhaafd. Ed Nijpels, lijsttrekker. Nou, één jaar later, 1983, ziet u hem hier staan. En die oude dame op de stoel, dat is dus mevrouw Keetje Ruizenveld. En die is hier. Nou is het wel zo dat inmiddels Ed Nijpels op het journaal heeft gezegd dat het misschien gaat meevallen, dat die oude mensen misschien niet 2% hoeven terug te geven van wat ze anders krijgen van hun AOW. Misschien komt daar wel een soort compromis uitrollen en wordt het 1,5% of 1. Mevrouw Ruizenveld, u maakt zich altijd heel erg druk over oude mensen. Als je aan bejaarden komt, dan kom je aan u, hè? Ja, dat is duidelijk, want ik ben een bejaarde. Ja, maar u bemoeit zich dus ook met al die anderen, hè? Ja, waarom? Omdat ik het niet kan laten. Ik ben er toevallig ingerold en het is zo dat van tijd tot tijd doe ik eens wat anders in mijn leven. En toen er op een goede dag tegen me gezegd werd, je zit altijd bij de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars. En waarom doe je niks voor de bejaarden, want je bent zelf ook bejaard. Toen dacht ik, verrek, die vent heeft nog gelijk ook, ik ben bejaard. En waarom doe ik eigenlijk niks? Toen ben ik er dus mee begonnen. En dat heeft me zo gepakt dat ik het nou niet meer laten kan. Nou, wat zou dat nou betekenen? Laten we nou eens van die 2% wat afhalen, hè? Ik doe me net alsof ik Nijpels nee, ben. Nee, ja? Met die smoesjes van Nijpels, daar kopen we niks voor. In oktober gaat het naar beneden. Bij de verkiezingen, zelfs op de dag van de verkiezingen, heeft het CDA grote advertenties geplaatst van aan de werkelijke minima en aan de AOW, daar zouden ze van afblijven, daar komen ze niet. Dan zouden ze niet aankomen en nu komen ze glashard vertellen dat ze dat in oktober wel gaan doen. En dan doen ze nog net of het reëel is, terwijl het je reinste woordbreuk is. De oudere bonden, de AMBO, de PCOB en de Unie, de katholieke bond, verenigd in het COSBO, die kunnen dat ook niet anders opvatten. Er is ook een open brief gegaan naar de minister-president en naar de regeringspartij. Zeg, als je te lang duurt, dan moet je me terugfluiten. Ik deed net mijn mond al open. Oh. Ja. Ja, als krijg ik weer op mijn lazen van iedereen dat ik u onderbreek. Nee. Zo'n aardig oud mensen onderbreken ook nog, verschrikkelijk. Nou, aardig oud mensen, dat is lang niet iedereen met je eens, hoor.
Wat betekent dat nou voor oude mensen als er 2%... Wat betekent dat nou letterlijk als er 2% van die ouderen... Nou, dat betekent letterlijk dat ze geen veer van de mond meer kunnen blazen. Als je alleen AOW hebt, trouwens als je een klein pensioentje hebt, dan ben je vaak nog meer in de aap gelogeerd, hè, want dan wordt er weer extra gekort. Maar als je alleen AOW hebt en er gebeurt helemaal niks bijzonders, er wordt niemand ziek en er wordt niemand jarig en je hebt niet al te veel kleinkinderen, dan kan je net de bakker en de melkboer ervan betalen. De slager, dat wordt al een beetje moeilijker. Maar zodra er iemand ziek is, of laten we zeggen, extra gaat kosten, Of als er wat versleten is in huis, dan kan dat gewoon niet gerepareerd worden. En wat krijg je dan? Dat ze zich te pletter ervoor generen. Als ze op verjaardag visite gaan, hebben ze geen geld voor een bloemetje. Ze gaan dus ook niet ontvangen, want je kan ook niks aanpakken als je niks teruggeeft. Dus dat is gewoon een wisselwerking, waardoor ze dan totaal geïsoleerd raken. Ja. Is dat, ja? Je zou me toch terugfluiten, doe dat dan. Ja. Nou, u komt zo enorm voor de bejaarden op, hè? En ik heb altijd zo de indruk dat je ze zelf eigenlijk nauwelijks... Ik bedoel dat het maar goed is dat er iemand zo voor ze opkomt, omdat je ze zelf nauwelijks hoort, hè? Of is er iets... Nee, dat is een hele logische zaak. Mensen van mijn generaties, daarvan hebben de mannen altijd ja baas moeten zeggen. En als ze niet ja baas zeiden, dan werden ze eruit geflikkerd. Dus dan hadden ze geen brood meer op de plank. Voorzieningen waren er niet. De vrouwen, die moesten zeggen ja man. Want als ze die mannen niet tevreden zijn, dan gingen ze naar de kroeg en dan hadden ze geen brood op de plank. Dus als je nou je leven lang ja baas en ja man hebt moeten zeggen, wat wil je dan als ze tegen de 80 lopen? Want dus denk je dan dat ze dan ineens mondig zijn? Maar wat doen nou de ouderenorganisatie? Die zijn nou bezig om de ouderen weer een beetje te leren voor zichzelf op te komen. Ja. Hoe komt u nou zelf zo vitaal? Nou, ik denk dat ik zo geboren ben. U hebt er geen moeite mee, hè? Ja. Nee, waar zou ik moeite mee hebben? Ik heb er natuurlijk geen moeite mee. Er zijn mensen die vinden het vervelend om oud te worden. Ik denk dat gewoon je beste tijd is. Want je kan maling aan de hele hap hebben. Je doet precies wat je wil. Ja. Hoe oud bent u, als ik vraag me? Nou, ik ben nog 77, dus ik ben helemaal nog zo oud niet. Kijk, maar het is natuurlijk zo dat als je werknemer bent, dan kunnen ze je op alle mogelijke manieren pakken. Mij kan niemand pakken. Want wat is met alleen Ed Nijpels. Ed Nijpels? Ja. Hoe wil die dat dan doen? Ja, met die 2%. Ja, maar dat doet Ed Nijpels niet. Ed Nijpels hangt alleen maar smoesjes op. He, maar de regering doet het. Ja. En daarom heeft het COSBO dus ook aan de minister-president en aan de regeringspartij een open brief geschreven om te zeggen dat het meer dan schuddig is om gewoon, nou ja, zij hebben dan een andere taalgebruik, hoor. Om te zeggen dat het gewoon oneerlijk is en onbehoorlijk is om nou net weer de zwakste in de samenleving te pakken. Maar daar is de overheid toch sterk in. Want ik herinner me dat toen ik bij de BBK zat, dat toen hadden we... Zijn de beeldende kunstenaars. De beeldende kunstenaars. Toen hadden we de beperkende bepalingen van Boersma. En wat had Boersma verzonnen? Dat het zo lollig was om nou de bejaarde kunstenaars uit de regeling te schoppen. En dan zijn ze 65, dan zitten ze niet meer in de regeling, ze krijgen geen materiaalgeld. Daardoor ben ik tenslotte bij de bejaarde...